het dan weer, dames en heren. Ik heet David ten Apel en naast mij zit oud-voetballer Juri Mulder. Ja, even, dankjewel. We gaan zo kijken naar een boeiende confrontatie. De dames van Nederland nemen het op tegen... spelen tegen de nationale damesploeg van Zweden. Het is weer duidelijk te zien dat we ons in het stadion bevinden van een van de grootste clubs van de Eredivisie. Ja, al die rode vlaggen en spandoeken laten er geen twijfel over bestaan dat de Johan Cruijff Arena de thuishaven van Ajax is. En of dit nu je club is of niet, blijft toch indrukwekkend. Nea Jokelainen verzorgt vandaag de arbitrage. De Zweedse vrouwenploeg speelde haar eerste officiële interland in 1973 tegen de buren uit Finland. Ja, dat klopt even, maar voor de toeschouwers was het een draak van een wedstrijd. Er werd geen enkele keer gescoord. We zijn begonnen. Zouden ze maar één voor de aanval kiezen of kijken ze eerst de kant in de boom? Nou, dat moet een goal zijn. Vivianne, allemachtig, prachtig, doelpunt. De keeper kan er niet meer bij en de bal verdwijnt vlak onder de lat in het net. Wat een knal zeg, spectaculair schot. De goal vanuit een andere hoek. Het eerste doelpunt vandaag. Kosovare Aslani. Caroline Zeger. Daniela van der Donk. Ze vechten om de bal. Sherida Spitsen. Het balbezit gaat over aan de andere ploeg. Eens kijken wat zij ermee kunnen. Dat wordt een inworp voor Zweden. Hier zien we die speelster nog eens aan het werk. Die zat er toch mooi in, hoor. Ja, hij zegt een prima doelpunt, Evert. Sofia Jakobsson. En ze winnen de bal terug op het middenveld. Ze zijn de bal kwijt. Linda Sembrand. En de inworp gaat naar Zweden. Nila Fischer. De scheidsrechter houdt het kort vandaag. Sofia Jakobsson. Ja, en daar zijn ze de bal kwijt. Zag er niet al te best uit daar. Knip, ik heb je daar bij de zijlijn.
Kosovare Aslani. Nou, dat is een cadeautje. Slordig omgegaan met het balbezit. Caroline Zeger. Die paas gaat richting de vleugel. Daar gaat dan het balbezit en ze moeten er weer achteraan. Sherida Spitsen. Danielle van der Donk. Prachtige aanname. Janice van der Zanden. Die is recht op de kiepster. Sophia Jacobson. Janice van der Zanden. En die wordt weggewerkt. Caroline Zeger. Stina Blackstenius. Dit elftal speelt vandaag als een goed geoliede machine. Ze zijn uitstekend op elkaar ingespeeld. Een corner. We gaan zien of het team deze kans kan benutten om de achterstand weg te werken. Caroline met overtuiging gekopt. Een heerlijke goal. We kijken nog eens naar de goal. Goed genomen hoekschop en de afwerking is ook prima. Doelpunt. We gaan nog eens kijken naar het doelpunt. Danielle van der Donk. Lieke Martens. Nee, die aanname mislukt. Vivianne Minema. Zomaar het balbezit weggegeven. Het lijkt wel amateurvoetbal. Kosovare Aslani. Sherida Spitsen. Fredolina Rolfe, Caroline Zeger. Jongen, dat was een weggevertje zeg. En dat op dit niveau. Prima onderschepping daar. Oh, dit kan een kans worden. Vivianne Minema. Het publiek sprong al op om weer een doelpunt van deze speelster te vieren. Maar ze kunnen weer gaan zitten, Jury. Ja, ze is echt deze wedstrijd ongelooflijk gevaarlijk. Hè? Continu dreiging. En ik denk dat als ze zo doorgaat, dat ze nog wel gaat scoren. Lieke Martens. Die bal geven ze toch wel heel makkelijk weg, zeg. Fischer. Een schermutseling om de bal. Vivianne Minema. De eerste helft is gespeeld. Stand is 1-1. En maar eens kijken wat de tweede helft ons te bieden heeft. Beide ploegen zijn in evenwicht. De stand is gelijk. Ik hoop dat we nog wel een beetje vuurwerk gaan zien in de tweede helft. Ja, nou ja, goed. Doelpuntje is ook goed.
En daar gaan we voor de tweede helft. Wat heeft zij opeens? Die bal gaat recht naar de tegenstander. Fredolina Rolfe. Janice van der Zanden. Jackie Groenen. Daar is het schot. Ze proberen wel op voorsprong te komen, maar vooralsnog staat het nog steeds gelijk. Optimaal gebruik gemaakt van het balbezit. Dit moet een goal worden. Iedereen kiest positie voor de corner. Zweden gaat wisselen. Een doelpoging uit die corner, maar de bal gaat er niet in. Als we zo doorgaan, zal hij op een gegeven moment toch wel ingaan. Oh, ze zijn de bal kwijt. Ik zou maar uithalen. Ze doen er alles aan om aan de leiding te komen, maar voorlopig blijft de stand gelijk. Slimme ingreep op het middenveld en wisseling van balbezit. Fredolina Rolfe. Kosovare Aslani. Goeie tackel en opnieuw balbezit dus. Linda Sembrand, Vivianne Miedema. Dominique Jansen. Te snel vertrokken en dus afgefloten voor buitenspel. Een spelerswissel bij Zweden. Sherida Spitze. Caroline Zeger. Nou, wat gaat de scheidsrechter daaraan doen? Dat is een gele kaart. Die sliding was niet volgens de regels. Ze probeert de bal af te pakken, maar zet haar sliding net op het verkeerde moment in. Een terechte vrije trap dus. Vivianne Miedema. Scherp verdedigd. Met zulke acties kun je een wedstrijd beslissen. Dominique Jansen. Goeie tackle. Gevaar geweken, de bal is weg. Nila Fischer. Nou, dat is een cadeautje. Slordig omgegaan met het balbezit. Een juweeltje dit schot. Het schot smoort ergens in de verdediging.
Wat een vaart. Oh, de bal wordt geblokt. Die bal is weg. Dit is een prachtige kans. Jackie Groenen. Voor het doel. De bal rolt zo naar de keeper. Ai, dat was misschien wel de laatste kans van de wedstrijd. Maar die wordt om zeep geholpen door een goede onderschepping. Oei, daar gaat iets niet goed. Dat lijkt op een spierblessure. Wie weet levert dit een kans op. Het publiek is er niet blij mee, maar de bal moest wel terug. Daniela van der Donk, zomaar het balbezit weggegeven. Het lijkt wel amateurvoetbal. Viviane Minema. Die gaat naast, maar het was wel een knappe poging. Zweden. Gaat wisselen. Daar ligt iemand op de grond. Wat kan dat zijn? Spierblessure. Sofia Jacobson. Nou, dat zien we niet vaak. De trainer geeft al zijn kaarten weg door in één keer drie speelsters te wisselen. Lieke Martens. Daniela van der Donk. De vingertoppen van de keeper houden de bal onder de lat vandaan. Nou, met deze reactie houdt ze haar ploeg op de been. De stand is nog steeds gelijk. Hij weet die bal weg te werken. 4 minuten extra tijd maar liefst. Gaat dit hem worden? Nog een laatste aanval en wie weet van Kosovare Aslani. De reguliere speeltijd zit erop. De stand is gelijk. De verlenging is begonnen en beide ploegen zien er vermoeid uit. En die wordt weggewerkt. Nederland mag ingooien. Lieke Martens. Een schot. Ze doen hard hun best om op voorsprong te komen.
Olivia Skou. Jansen. Dat zou wel eens tot een kans kunnen leiden. Dat wordt een inworp voor Zweden. Linda Sembrand. En het gevaar is eruit gehaald. Hij zorgt ervoor dat het gevaar weg is. Doelpoging. Knap afgeweerd. En nu doorgaan. Daar dachten ze even op voorsprong te komen, maar het blijft gelijk voorlopig. Blijf kijken. Wat een waanzinnig schot. Dat is heel dom. Gaat op het doel af. Oh, de bal wordt geblokt. 1 minuut extra tijd. Slimme ingreep op het middenveld en wisseling van balbezit. Oh, oh, dat kan een dure fout worden. De tweede helft van de verlenging gaat beginnen. Hopelijk krijgen we nog 15 zinderende minuten. Nog een kwartiertje voetbal. Lieke Martens. Mooie ingreep. Aan inzet geen gebrek. Caroline Zeger. Dominique Jansen. Mogelijk een goede kans hier. Danielle van der Dom. Een prima redding van de keepster. Oei, daar gaat iets niet goed. Dat lijkt op een spierblessure. Wedstrijd lijkt als een nachtkaas uit te gaan. De stand is gelijk. En ik ben bang dat dit ook zo blijft. Ja, met zo'n schot van ver, daar moet je een beetje geluk mee hebben. Ze ging ervoor, maar de afstand blijkt uiteindelijk toch te groot. Ja, en haar ploeggenoten zijn er niet blij mee. Die hadden liever gezien dat de bal was afgespeeld. Sofia Jacobson. En weer een geslaagde paas van deze speelster. Fredolina Rolfe. Oh, knalhard schot. Fantastisch verdedigd en misschien beslissend voor deze wedstrijd. Olivia Skou. De paal trilt nog in de slot. Hallo, ik ben even ten Apel en Jurie Mulder zit naast me. Ja, en welkom allen bij deze dames in het land. Laten we hopen op een leuke en spannende wedstrijd. We gaan zo kijken naar een boeiende confrontatie. De dames van Nederland nemen het op tegen. Spelen tegen de nationale damesploeg van Zweden. Wat een sfeertje vandaag, zeg. Ja, heerlijk hoor. Publiek vermaakt zich met deze wedstrijd. De Johan Cruijff Arena is vooral bekend als de thuishaven van Ajax. Maar er worden ook concerten en andere evenementen gehouden. En natuurlijk heel veel internationale wedstrijden.
Het is het grootste stadion van Nederland en met een helling van ruim 37 graden behoren de tribunes van de arena tot de stijlste van heel Europa. Ja, dat wist je niet, hè, Evert? De scheidsrechter van vandaag is Nea Jokelijnen. De Zweedse voetbalsters hebben in hun interlandcarrière nooit met meer dan 4-0 verloren. Nee, dat klopt. Maar volgens mij hebben ze wel heel vaak met 4-0 verloren. Deze wedstrijd was binnen een mum van tijd uitverkocht. En eindelijk is het begin daar. Het stadion zindert van de spanning. Achterhoede heeft het nakijken. Danielle van der Dom. Jongen, dat was een weggevertje zeg. En dat op dit niveau. Janice van der Zanden. En deze steekpaas komt niet aan. Ze strijden om de bal. Vol. Dat wordt een vrije trap. Misschien moet de scheidsrechter hier iets aan gaan doen. Jackie Groenen. Divianne Miedema. Bal op de lat. Fredolina Rolveu. Kosovare Aslani. Sofia Jacobson, Dominique Jansen, Sherida Spitsen, Janice van der Zanden. Bal kwijt, eens kijken hoe ze omschakelen nu. Sofia Jacobson, Lieke Martens. Scherp verdedigd. Met zulke acties kun je een wedstrijd beslissen. Goeie tackle en ze heeft weer de bal. Nederland mag ingooien. Het spel wordt sneller vat met die ingooi. Prima ingegrepen. Fredolina Rolveu. Kosovare Aslani. De paas lijkt goed te zijn. Kosovare Aslani. Overleefd van maar gesproken, Juri. Ja, dat was een slecht schot, Evert. Misschien was het een polletje. Jackie Groenen. Desiree van Lunteren. En een paas naar de vleugel.
einde balbezit. Ze zijn de bal kwijt aan de tegenstander. Kosovare, Aslani, Desiré van Lunteren. Als die aanval was doorgezet, had het gevaarlijk kunnen worden. Doeltrap. Caroline Zeger. Dat zou wel eens tot een kans kunnen leiden. Nederland mag ingooien. Die inworp wordt heel snel genomen. Janice van der Zanden. Die bal is weg. Nederland mag ingooien. Lieke Martens. Viviane Miedema. Ze maakt zichzelf zo groot als ze kan. Maar het blijkt niet genoeg om de keeper in de problemen te brengen. Ja, de voorzet leek wel goed. Maar ik denk bij nader inzien misschien ietsjes te hoog. Ja, en dan kom je niet genoeg boven de bal om hem naar beneden te koppen. Ja, dan gaat hij over. Caroline Zeger. Jackie Groenen. Viviane Miedema. Hij weet die bal weg te werken. Nederland mag ingooien. Sherida Spitsen. Viviane Miedema. Wat een waanzinnig schot. Wat een doelpunt. Dat is lekker zo'n doelpunt net voor de rust. Ja, goede timing zou ik zeggen. We gaan nog eens kijken naar dat doelpunt. Fredolina Rolfe. We krijgen maar 2 minuten blessuretijd. Dit zou wel eens een kans kunnen worden. Gevaar geweken, de bal is weg. We gaan rusten bij een stand van 1-0. Ik ben benieuwd wat de tweede helft voor ons in petto heeft. Vlak voor de rust, 1 doelpunt verschil tussen de beide teams, Jury. Ja, daar zullen ze wel blij mee zijn, want het is toch fijn om zo de tweede helft mee in te gaan. De scheidsrechter heeft gefloten voor het begin van de tweede helft. Fredolina Rolfe. Wie weet levert dit een kans op. Jongen, dat was een weggevertje zeg. En dat op dit niveau. Janice van der Zanden. Een schermutseling om de bal. Caroline Zeger. Stina Blackstenius. Het balbezit gaat over aan de andere ploeg. Eens kijken wat zij ermee kunnen. Slim onderschept door de achterhoede. Die passeer je niet zomaar.
Nederland mag ingooien. Zweden gaat wisselen. Lieke Martens. Daniela van der Donk. Stina Blackstenius. Daar gaat dan het balbezit en ze moeten er weer achteraan. Daniela van der Donk. Linda Sembrand. Dat ziet er goed uit. De bal belandt uiteindelijk in de handschoenen van de keepster. Ze toonden veel geduld, maar het balbezit is nu toch voor de tegenpartij. Fredolina Rolfeu. Volkomen terecht dat de scheidsrechter het spel niet stillegt. Ze blijven in balbezit en zo hou je tempo in het spel. Ja, en zo ontneem je ze geen kans en je houdt het tempo erin. Kosovare Aslani. Een goed moment om de bal te onderscheppen en onder de druk vandaan te komen. Mooie paas. Vivianne Minema. Ze hebben de bal en wat gaan ze ermee doen? Dat levert gevaar op zo'n schot. Die bal gaat maar net naast hoor. De scheidsrechter fluit alsnog voor die overtreding en dan geeft hij nog geel ook. Ik dacht dat hij door liet spelen. De coach probeert iets nieuws. We zitten al in de tweede helft en ze staan achter. Een andere tactiek is dus prima. Zomaar het balbezit weggegeven. Het lijkt wel amateurvoetbal. Ja, en daar zijn ze de bal kwijt. Zag er niet al te best uit daar. Oei, als die bal was aangekomen. Daniela van der Donk. Ze heeft ondersteuning mee. Goed werk van de dame met de handschoenen. Desiree van Lunteren. Slimme ingreep op het middenveld en wisseling van balbezit. Nu komt het. Slecht geplaatst. Sherida Spitsen. Wat een suffe fout zeg. Die bal is voor de tegenpartij. Balbezit verspeeld. Ja, Danielle van der Donk. Wat een geweldige redding van de keeper. Er komen twee nieuwe krachten in. Hij weet die bal weg te werken. De wedstrijd loopt op zijn eind. En die laatste paar minuten, die kunnen nog wel eens spannend worden hoor. De afmaker. De voorzet wordt in de kiem gesmoord. Gevaar is voorbij. Overtreding, maar die was nodig om de aanval te onderbreken. Gele kaart. Die sliding was niet volgens de regels. Terecht gefloten. Ze gaat voor de bal met die sliding, maar timt hem net verkeerd.
Kosovare Aslani. De tijd zit er bijna op. Nog maar 3 minuten te gaan. Ik kan mezelf amper horen praten, Juri. Het publiek weet dat dit een zeer belangrijk moment in de wedstrijd is. Nou, wat een lawaai, hè? Ja, ze weten dat het elftal moet gaan scoren en toch nog een goed resultaat gaat halen. Sherida spitsen. Kosovare Aslani. De steekbal komt niet aan. De scheidsrechter blaast voor het einde van de partij. Het scheelde niet veel, maar uiteindelijk hebben ze toch aan het langste eind getrokken, Juri. Ja, dat is niet onverdiend. Misschien hebben ze het spannender gemaakt dan nodig was. Maar voor de neutrale kijker werd het daardoor wel leuk.